alle hulpverleners opereren in groepen. Wat doet deze verpleegster dan in haar eentje? We zijn in Santiago, Chili, waar protesten tegen ongelijkheid uitlopen op ware veldslagen met de politie. Ik heb me rot gezocht op Street View. Je wilt toch weten waar deze vrouw staat. Moet voor de ingang van een park zijn. Het barst van de parken in Santiago. Grote parken, kleine parken. Maar nergens één met deze grote sokkel bij de ingang. Primeros Auxilios staat op haar tas. Eerste hulp. Links hangt een wolk traangas. Achter haar bedekken mensen hun mond. In haar linkerhand heeft ze een naam met een telefoonnummer geschreven. Het nummer eindigt op 2. Reuze interessant allemaal, maar waar staat ze? In internationale kranten, in lokale kranten, op Twitter, nergens wordt vermeld in welke buurt de protesten plaatsvinden. Websites van reisorganisaties dan? Die zullen toeristen toch wel waarschuwen waar ze beter geen selfies kunnen maken. Rond de Katholieke Universiteit moet je niet komen, zeggen ze. Heb ik niets aan. Daar heb ik de ingangen van de parkjes al lang bekeken. Andere foto's van Jorge Silva dan, de fotograaf. Daarop kan ik een aantal winkels traceren, allemaal op de Avenida O'Higgins. Stap voor stap loop ik met Street View de Avenida af. Zie ik opeens deze sokkel naast een souvenirstalletje. Nu begrijp ik waarom ze haar handen als enige in de lucht heeft. Grote kans dat er net een peloton ermee voorbij stormt. Het gaat hard tegen hard op de Avenida, over de branden vuren, de demonstranten schieten met katapulten, de politie schiet met rubberkogels. Tientallen hebben de onlusten niet overleefd. En nog veel meer zijn een oog kwijtgeraakt door een rubberkogel. Jonge artsen en verpleegkundigen trekken in groepjes over het slagveld. Het zekere voor het onzeker nemend proberen ze achter grote schilden te redden wat er te redden valt. En onze hulpverlenster dan? Open en bloot staat ze kwetsbaar te wezen, zonder schild opereert ze in haar eentje. Wat zijn het eigenlijk voor strepen op haar linkeronderarm? Het zijn littekens van automutilatie, een moeilijk tot de gronden gedrag dat vooral onder pubermeisjes voorkomt. Hopen maar dat ze die periode inmiddels achter zich heeft gelaten. Of zou haar roekeloze optreden ermee te maken hebben?